In de school. Je bent een beetje gespannen. Je bent een beetje stil. Heel normaal. Heel goed gaat het hier. Oh. Die hebben we. Die hebben we. We hebben de hele, alles hebben we. We hebben nummer 37 gaat erin en we moeten naar 38. Ja, dat klopt. En daar ligt er niet. Ja. Het wordt een pet. Oh ja, pet. Echt, ja, wel. Bubbly. High five. Alright, babe. Is gelukt. Toppie. Bubbly. Goedemorgen. Het is vandaag dag 8 alweer. Yes, hartstikke goed. Van de verhuizing, verbouwing. Of eerst verbouwing, dan verhuizing. Maar vandaag ga jij naar... mijn school! Je nieuwe school, yes. Dus je bent vandaag met de verbouwing er niet helemaal goed bij. Nee. Maar ik zal tussendoor wat filmpjes maken. Ja. En als jij dan vanmiddag terugkomt van school... dan ligt hier... dan ligt jouw nieuwe vloer daar. Ja. En het klinkt allemaal nu nog een beetje hol, maar dat gaat allemaal goed komen. En... dat is ook nog. Ja, dat is een beetje hol. En we hebben hier gisteravond hebben we nog wat gaatjes gevuld. Ja. En daar hebben we ook schaatjes gevuld. Ja. Dus is dat helemaal zo. En nou ja, super. Hey, ik wens je vandaag een goede dag op school. Ga je nog wat leuks doen wat je weet? Gimmen. Ja, je gaat gimmen. Dat had ik ook begrepen. Dus leuk. Nou ja, dan kom ik je vanmiddag ook weer ophalen. Ja. Tot later. In de school. Je bent een beetje gespannen. Je bent een beetje stil. Heel normaal. Ik vind het super. Dus... en ik heb buikpijn. Ja? Een beetje buikpijn. Ja, heel gezond. Dan ben je normaal kind. Hè? Mijn handje. Ja, dat is heel goed. Vol gebleven. Nou goed, ik ga jou succes wensen vandaag. Ja. Welkom bij het kijken. Zo, gaat snel hè. Hop. Ja. 9 uur. In een half uur tijd hè. Huppata. Metertje. Heerlijk, heerlijk. Huppata. Ja, ga snel met die jongens. Een beetje verder. Kijk. Ja, dan gaan we snel. Plinkje erop. Chok. Nieuwe Bobby komt zo meteen in je nieuw huis. We zijn weer een uurtje verder. Deze kamer is al klaar. We hebben het voor gedaan. En zo. Hier ligt het ook al. Een stuk. Zo, dan gaan we hier eventjes kijken. Bobbelie kijkt er ook uit zometeen. Misschien zie je het verkeerd. Ik ga het daar niet maken hoor. Kijk, hier zit een veertje in. En die schiet in op de aandacht. Ja, even uitleg. Hup. Ik ben helemaal verbaasd. Oh, gaat dat goed, zeg. Even voor de kijkers thuis, wat ben je aan het doen? We hebben het tijd aan het halen. Even wat tijd, oké. Gaat wel goed, hè? Buurman. Ja, sorry. Ik hou de camera en zij boord. Ja. Ja. De beste dingen om lesbisch te zijn. Oh ja, sorry. Ja. Maar ik ben ook lesbisch. Ja. Haak ze erop zetten. Dat gaat niet. Je zag voor mijn hofje. Ja, ik hou wel even vast hoor. Ja, hou jij maar even vast. Ja, de camera.
Ja, nee, toch. Heel goed gaat het hier. Okay. Oh. Ja, ben je make-up vergeten? Ben je rood genoeg? Kan je in het hoekje? Kan je in het hoekje? Beetje krabben. Ja. Beetje nagel. Eigen huis op puin. Ja. Nou, ik ben trots op je. Je mag. Dat je mag blijven. Hey. Hoe is het geweest? Goed. Ja, hoe is het gegaan? Leuk. Was leuk? Ja. Ja? Ja. Een leuke dag gehad? Ja. Blijf jouw gymtas gewoon op school? Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, top hoor. Het is een leuke dag gehad. Ja. Je bent helemaal hyper de piep. Hey, topper. Hey. Ben je terug van school? Ja. Oké, okay. En hoe was school? Goed. Ja? Ja, goed. Laat me je kamer eens even zien. Hoe is je kamer geworden? Hier is mijn kamer. Oké. Okay. Ja, die vloer in. Vloer in. Ja, en buiten wordt gezaagd. Ja, buiten wordt nog gezaagd. Op mijn balkon. Ja. Och, och, och. Meiden, dein is een groot woord. Maar je vindt... wel wat stof. Ja, ligt nu even stof, maar dat eentje regenbuis weg. Ja. Hé, maar super. En hiernaast, hoe is het naast geworden? Laat maar eens even kijken, want die jongens zijn druk bezig. Ook van dezelfde vloer. Ja, ook van dezelfde vloer, ja. De jongens zijn druk bezig. Hier, mooi geworden. Ja. En hiernaast, kijken. In papa en mama's kamer. Ja. Kijk. En die staat op de verhuisdeur. Ja, daar staat de eerste doos al. Oh, die is dicht. Zeker dicht. Die is zeker dicht. Nou, dat is wel mooi geworden zo hoor. Ja. Echo, 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 echo. 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 Weg van de vloer. Ja. En het lijkt mij verstandig als wij met z'n tweeën dit bed in elkaar gaan zetten. En dat bed is het logeerkamerbed. Ja. En die komt dan hier te staan. Juist. Dus allemaal dozen. We gaan het even losmaken. Losmaken, voorleggen en dan komen we zo weer terug. Ja. Ja, goed. Dan gaan we hup, alle verpakkingen open. Hup, het daar. Ja, dat is één. Nou, die andere ook helemaal rondom. Hier. Ja, helemaal rondom. Oh, hier nog één. Ja, helemaal. Alle dozen. Hier ook nog. Ze hebben wel goed ingepakt. Ja, dat is zeker. Ja. Kijk, een beetje een unboxing filmpje. Hier. Ja. Waarom? Maar in plaats van een speciale bal is het daar gewoon een bed. Doe maar open. Wow, wow. Zo, dat is wel groot, hè? Nou, oké, okay, deksel. Allee. Zo, hup. Nou, en dan... De volgende? Even kijken, hoor. Gebruikswijzing, dat is wel belangrijk. Gebruiksaanwijzing, ja. Dat is een echte verrijzelbal. Nou, dat klinkt wel weer heftig. Nou, volgende doos. Dat zal een zijkant zijn, denk ik. En die andere is de andere zijkant. Dat is een steentje.
Ja, dat denk ik, ja. Misschien is het wel heel iets anders. Ik ben heel benieuwd. Ik ken. Ja, dat ken allemaal. Nu onderhand beland bij deel 2. Alright. Wat is het? Nou ja, dat is de onderkant van het bed. Nou, gaan we uitpakken. Haal maar alles er even uit. En dan gaan we even alles eruit zo verzamelen. Dit is een stang. Ja, een stang. Ik denk dat het. Ja, leg die stang maar achter jou neer. Dat zijn allemaal lattenbodems, denk ik. Of. Ja. En die andere ook. Waar het bed op staat. Ja, die ook. En nou die andere ook nog. Hup, jij hebt gevonden. Hup. Zo, dit zijn er een heleboel. Dit zijn er heel veel. Nou, ik ben heel benieuwd wat dat er weer gaat. Ja, leg die ook maar achter neer. Ja, en die denk ook. Ik denk hetzelfde als dit. Ja. En deze, alsjeblieft. Ja, natuurlijk is het een bed, daar zijn we achter. En deze, alsjeblieft. En wat hebben we hier? Tadaa, alles ligt los. Nou, dat is duidelijk. Ja, heel duidelijk. Dat wordt allemaal schroeven inbouwen. Ja, maar waar zijn de schroeven? Ja, die zitten in die andere doos. Ik denk in de andere doos. Ik denk het ook. Nou, we gaan even al die karton uitpakken. We gaan even al die stukken karton uitpakken. Ja, en sowieso. Doos 3. Wat zit daarin? Daar zitten de zijpanelen denk ik in, of niet? Dus even, hier gewoon een zijpaneel. Oké, dit is een zijpaneel. Ja. En weer van die lattenbodem. Ja. Hoeveel moeten we er maar hebben? Hou die maar even apart. Hou ze maar even apart die. Maar misschien is die van een ander deel. Het ziet er wel hetzelfde uit hoor. Ja. Lijkt me ook dat dit zit. Ja, leg ze maar daar neer. Ja, heel goed. Oké. Die ook. Dat is een demen en dichte kant. Klopt, die hebben we daar ook. En daar nog eentje. Daar zit er nog eentje aan. Die heeft ook een. Ja, heel goed. En dan nog weer. En ik denk dan dat hieronder weer alles los is. Ja. Even kijken. Even kijken. Ja. Ik mag niet meer raden. Hoppata. Nou, dat klinkt goed, hè? Allemaal karton. Nou, dan gaan we ook weer even losmaken. Het is nu een hele catalogus, de gebruikswijzing bekeken. Ja. En we hebben geconstateerd dat we. Die hebben we. Die hebben we. Die hebben we. We hebben deze hele rij. We hebben de hele. Alles hebben we. Die hebben we. Ja, die liggen hier vooraan, hè? Ja. En deze hebben we ook. Die liggen daar achterin. Daar. Ja. En deze hebben we ook. Die liggen hier zo'n kaartje. En 38 hebben we daar liggen met kaartje. Klopt ook. En we hebben twee. Twee langere staven. Ja. Denk ik. Even kijken, wat is het verschil met deze en die? Even kijken, wat is het verschil? Ja, wat is het verschil? Wat is het verschil tussen die en die? Helemaal niks. Ik zie hier niks, geen verschil. En die heb ik heel veel. Jawel, kijk, die is kleiner dan deze, zie je? Oh ja, dat is een dunnere. Dus we moeten een dunnere zoeken. Die twee stuks heeft en een hele dunne enkele. Ja. Nou, dan gaan we even zoeken tussen al die pijpen. En dan hier een pootjes en twee van die en twee van die. Nou, oké, dan gaan we eventjes weer verder. Hulptroepen bijgekomen, want volgens onze berekening hebben we er maar 37 met een gaatje erin en we moeten er 38. Ja, dat klopt. En daar liggen er niet tussen. We hebben al zitten kijken en alle onderdelen zitten er verder bij, behalve die ene buis. Nou denk ik niet dat dat een heel gelijk een probleem zal worden. Ja. Dus we gaan gewoon beginnen maar met het elkaar zetten, maar wel goed gezien door jou. Ja. Dat is wel weer een toppertje. Waar zaten die buis in? Die buizen zaten in die grote vierkante dozen. Die zijn leeg. Ik bedoel, daar kan je niet omheen kijken. Die zijn helemaal leeg. Nou goed, we gaan hem eventjes in elkaar zetten. Ik ben even benieuwd. Bouwpakketje, een beetje Lego. Vast, dat heb je goed gedaan. Nou, onderhand heb ik die twee gedaan. Moet je die even vastdraaien nog daar? Ja, heel goed. Ja, de andere, ja, dat is de goede kant. Heel goed. Gaan we even vastdraaien. Ja, ja, en voeten in vasthouden. Beetje ondersteunen. Oké.
Ja, heel goed. Dan mag die andere ook nog. Ja, oké, daar. Die ook nog eventjes. Daar, die heb ik ook al voorbereid. Ga jij toe? Nou, zoals je net ook draaide. Je draaide goed. Naar jou toe. Draaien, zo. Ja, andere kant. Naar jou toe. Ja, zo ja. Dat is goed. Ja, prima. Heel goed. Ja, dat is nog een aardig. Zo, dan heb je zo. Ga ik even de andere. Maar we missen er één, hè? Ja, we missen één spel. Eén spel is niet compleet. We missen één. Hij is niet compleet. Meneer Ikea, hij is niet compleet. In ieder geval vols plaatje. Maar we gaan het zien aan het eind van de brit. Even kijken, voor dit gaan we die weer recht zetten. En dan zo komt er één. Maar hoe komt dat te staan? En dan doe je precies. Ja, het plaatje gaat goed. Nou, dat is deze kant. Ik zet hem. Nog niet helemaal vast. Doe eerst die andere eventjes. Ja, heb je even? Ja, zit jouw voet vast? Ja. Yes. Oké, nu de andere kant. Die doe ik wel eventjes. Zes maar. Het is net zo'n reservewiel. Nou, dat hij het kamer op is. Ja. Dat is niet, het zal niet helemaal goed zijn. Yes. Oké, nou die andere kant. Hetzelfde verhaal. Ook die kant? Ja, hetzelfde. Het is allemaal even, het is zo makkelijk. Ja, als je hem oplet. Zo, even de onderste. Nee, eerst de onderste. Opbouwen. Je moet het niet in het vaart. Je moet het opbouwen. Ik denk een beetje van deze, maar een klein beetje bij die. Ja, dit draai ik. Dan doe je die zo. En we hier. Nee, draai het ding gewoon even om. Dan moet je rechtop zetten. Ja, zo rechtop zetten. Ja. Zo, nou, als je hem even vasthoudt. Ja, eten. Ja, we zijn terug van het eten eventjes. Hè? En ik heb mijn beste gegeten. Oh. Want ik heb die ene emmer leeg gegeten. Ja. Ja. Die emmer. Die emmer, de pan bedoel je. Ja, de pan. Ja. Maar goed. Ja, dit gaat ook goed. Ga jij vast kijken naar het volgende deel. Ja, hup. Ja, we moeten geen Ikea tempo hebben. Nee, dat kan wel duren. Daarom, dat kan heel duren. Volgende plaatje. Nou, van de uur moet jij dit bit. Dat hoort ook niet. Zo, ja. Zo. Schroef iets wat eruit. Nou, jij hebt vast even. Ik ben heel slecht in, eerlijk gezegd. Zo. Zo, dus. Dat is één. Nou, die andere. Ja. Die ik laat vallen. Andere kant op draaien. Moet je wel de goede kant op draaien? Nee, je moet wel de goede kant doen, ja. Ja, zit die zo. En dan moet je dat die andere doen. Ik zal even schroeven pakken. Oké. Twee schroefjes. Ja, ik moet ook even die schroefjes. Heb jij eerst zo. Oh, ik zal even een sleuteltje pakken. Misschien doet deze ook wel, dat is wel een mooi sleuteltje. Even kijken of die het ook pakt. Misschien doet hij het ook. Misschien ook, ik ga eens even kijken. Nou, de enige, het begint nu een beetje model in te komen. Ja. Zo. Misschien even weten. Ja, je moest hem even vinden, hè? Je moest hem even snappen. Ja. Maar we zijn op de onderkant van het bed. Ja, de onderkant van het bed gaat goed. Ja, ik denk het ook wel. Dat we eindelijk voor volgende week kerst zijn we wel klaar. Natuurlijk. Eerst moet nog herfst komen. Oh, eerst moet nog komen. Oké, ja dan. Heel goed, ja. Oei. Tegen opa en oma zeggen als ze vrouwen niet kunnen komen. Ja, opa en oma kunnen niet komen slapen. Tot het bed klaar is. Ja, bed en breakfast, vergeet het maar. Ja,
volgende plaatje. Oké. Dat is 15. Ja, 15 hebben we nog gehad. Ja, 15 hebben we gehad. 16 komt nu. 16, woe! 16 hebben we nu gedaan, 3 keer. 17. Oh ja, 17. Dus pijlen. Hoi. Hallo. 1 keer. 1 keer. Die hebben we. Ja, die hebben we. 1 keer. En dan de goede, hè? Dus dan moet je goed kijken, zegt hij. Een gaatje. Er moet geen gaatje in zitten. En die moet in het midden er doorheen. Ja, dat is heel goed. Ja, dat is een hele mooie. Dat is die ook. Die hoort in het midden. Ja, de rest niet. De rest hebben allemaal een kruisje. Ja, ik had ook hier. En dan moet die dan in het midden er doorheen. Met een schroefje maak je de 12-28-98. Dus die korte. Maar, dan zegt hij, die moet je niet met het kruisje. Maar volgens mij wil die korte helemaal niet meer, hè? Maar we gaan eens even kijken. We gaan eventjes. Je krijgt nu een beetje een model. Ja, wat wordt het dan? Het wordt een. Een bed. Oh ja, een bed. Echt? Nou, maar nou, niet van de kop. Nee, goh. Ja. Jawel. Nou, we zijn er onderhand alweer 2,5 uur bezig, dus het gaat helemaal goed komen. Spijlen tekort, hè? Ja, helaas.
Dus dat is dan... Dat is van het bovenste bed, dus dat is minder erg. Het bovenste bed, dat is minder erg. Gelukkig zal het niet erg zijn. Nee. Gelukkig is het trouwens niet erg. Want het is gelukkig het einde. Nou, even kijken. Dan kan je hem inklappen, hè? Ja. Dus als je hem hier oppakt en die twee haken... Oké, dan kan je zo inklappen. Dan heb je één bed. Maar het ligt nog niet lekker. Nee, dat komt. Want, wat hebben we daarvoor? Een matras. Een matrasje, leg hem maar eens op. Die leggen we even maar op. Hij is een modelpannen. Ja, die moet nog even een beetje lucht krijgen. Die hoeft een beetje vacuüm. Die is vaak nog gezogen. Huppata. Zo. Nou, kijk. Wee. Nou, even zo. Wil je ook het andere matras? Ja. Even zo. Ja, dan leg je die allebei erop. Zo, dan heb je ze allebei op bed liggen. En als je dan opeens logies krijgt. Ja, ze moeten een beetje vullen. En als je dan logies krijgt, dan trek je hem uit. Hup. Hup, zo. En dan trek je het matrasje naar voren. De bovenste. De bovenste. Hup. Dan schuif je die weer terug. En dan zeg je, jongens, slaap lekker. Nou, ik zelf een beetje op. Maar het past niet helemaal. Jawel, zometeen wel. Ja, het moet even uitzetten. Die dingen zijn mijn vacuüm. Nou, super. Ja. Nou goed. Hé, hey, topper, zullen we even gaan naar boven kijken? Zullen we even boven kijken? Gaan we. Dat hebben ze ook boven gedaan, jongens. Ja. Even kijken. Hup. Snel, want we gaan weer... Ik weet het zelf. Oh ja. Hier ligt de vloer ook weer. Ja. Kijk, mooi bruin geworden. Ja, en ze hebben deze randjes net gezien. Mooie randjes hebben ze gedaan. Ze hebben met de schaar hebben ze afgeknipt. Eerst met een scherp dingetje hebben ze even ze het lijfje waar ze willen afknippen. En dan hebben ze dat dan gedaan. En ja. En hier hebben ze het ook hetzelfde gedaan. Ja, dat is mooi. En gedaan. Ik vind eigenlijk alles wel mooi van dit huis. En zelfs eigenlijk alles. Oké, nou. Maar ik vind de kamer, eigenlijk mijn kamer, het leukste. Want het is natuurlijk mijn kamer. Goed, nou voor vandaag weer bedankt. Ik hoop dat je hebt genoten van dag 7, 8. 8, ah, ja joh. En ik weet het helemaal niet meer. Maar dat was dag 8 of dag 7? Ja. Dag 8. Ja, oké. Nee, tot morgen weer. Tot deze video. En ik hoop dat jullie hebben genoten van de hele video. En veel succes met dag 9. 9 morgen weer, yes. Doei. Doei. Abonneer. Yo!